Beste kijkers, we zijn hier bij Richard Vedder. En wij zijn heel blij dat we hem mogen spreken, want dit is de man die een aantal grootmeesters verslagen heeft. Je bent nog steeds actief schaker. Hoe lang schaak je al? Zolang ik me kan herinneren. Dus mijn zesde of misschien nog eerder, ik weet het niet. Ja, want wij zijn bijna even oud. Volgens mij kwam ik jou wel eens tegen in de jeugd, hier in de buurt. Ben jij altijd doorgegaan? Ja. Nooit gestopt? Nooit gestopt. Jij zit bij En Passant. Ja. Heb je daar ook in het team in de meesterklasse meegespeeld? Ja, we zijn 3 keer kampioen van Nederland geweest met dat team. Ja. Ik was er ook onderdeel van. Kijk. Deze man die kan wel goed schaken. Ja, als het van mijn scores afhing, waren we geen kampioen geworden hoor. Mm. Het was elk jaar knokken voor de 50%. Oh ja. We hadden wel wat sterkere spelers nodig om die overwinningen binnen te harken. Maar. Het was een mooie tijd, dat wel. En je hebt, naar aanleiding van jouw overwinningen op grootmeesters, IM's, heb je een boek geschreven. Ja. En dat is dit boek, Beat the Masters. Mooie titel trouwens. Dat is precies het thema voor Menorca. Ja. Hoe gaan we winnen van de grootmeesters? En laten we met de eerste vraag beginnen, want wanneer won jij voor het eerst van een grootmeester? Ja, toen was ik al 40. Ik zag van de week toevallig op de website van schaakbond.nl dat ze een lijstje aan het maken zijn wie van de jongste spelers die ooit van de grootmeester won. Er zitten hele jonge spelers bij, maar ik zit eerder te denken dat ik een van de oudste ben. Dus ik was 40 toen ik voor het eerst van de grootmeester won. Laatst was er in 8. Ja. Ja, dat was wel shocking om te lezen. Maar jij was 40 toen voor het eerst en daarna is het nog een aantal keer gebeurd. Ja. Ik heb 4 keer van de grootmeester gewonnen, met partijen met normaal speeltempo dan. Ik heb met snel schaken en rapid ook wel eens gewonnen, maar ik ben in mijn boekje heb ik alleen maar partijen behandeld met normaal speeltempo. Ja. 4 grootmeesters en 18 IM's. Mm. Dat zijn er veel. Nou, daar kun je een boekje mee vullen. Ja, leuk. En wat is het geheim? Kan je ons het geheim vertellen? Wat moet je doen? Je moet in ieder geval zorgen dat je opening in repertoire voor elkaar is. Dat moet echt stevig zijn. Oké. Ik ben, ik was lange tijd maar een soort rommelaar. En ik ging ergens op mijn 35e ging ik echt mijn partijen met zwart, mijn repertoire met zwart verstevigen. Ik bestudeerde het aangenomen damegambiet tegen D4 en ik speelde gewoon E5 tegen E4. En daarvoor deed ik altijd maar wat, maar toen ging echt de knop om. Ik zei, ik moet nu, want ik was met zwart echt kanonnenvlees. Vooral die goeie. En toen werd ik in één keer een stuk degelijker. En ik werd toen ook FM. Op mijn, wat was het, 36e zo'n beetje. Okay. Nou, en toen kwamen er dus ook resultaten tegen IM's. Want nou, ik won voor de eerste van IM was Manuel Bosboom in Wijk aan Zee 1997. Manuel, die kennen wij. Maar dat was een uitschieter. Ik won nooit van IM's. Yeah. Ik won toen per ongeluk van Manuel. En ik won voordat ik FM werd nog, geloof 2 of 3 keer van een IM. Maar daarna ging het veel sneller. Ja, ik had nog een vraag voor jou. Hoe word je FM? Wat zijn de normen? Ja, klinkt heel eenvoudig. Je moet een keer een rating halen van 2300. En dan mag je de titel aanvragen. Dan maak je een bedrag over naar de KNSB. En die vragen die titel dan voor je aan. Is dat zonde van het geld? Nee, want bij veel toernooien, zoals waarschijnlijk bij Norica, krijg je dan korting op het inschrijfgeld. Ik heb zelfs in Bethune, waar ik voor het eerst mijn grootmeester won, kreeg ik zelfs korting op de hotelkamer, omdat ik FM was. Kijk. Dus dat kostte mij toen 17 tientjes. Die heb ik al lang terugverdiend aan kortingen op inschrijfgeld. Ja, dat is ook wel leuk, want title players, die krijgen inderdaad ook voor ons Moira Rapid toernooi, krijgen ze ook korting. Ja. Ja, dus die zijn ook uitgenodigd op 8 juni. Maar die rating van 2300, dat is nog even, daar heb ik jaren dus tegen aangehikt. Totdat ik, wat je vertelde, mijn opening in de repertoire heb verstevigd. Dat is... Want met wit scoorde ik redelijk, maar met zwart was het bagger. Altijd, als ik tegen een IM of een grootmeester moest, ze prikte me compleet lek. Mijn zwart, dat was gewoon niet stevig genoeg. Ja. En toen ik daaraan gewerkt had, toen ik echt met vol vertrouwen het aangenomen damegambiet speelde, of met vol vertrouwen E5, af en toe Frans. Ik weet niet of je het boek The Flexible French kent. Daar heb ik ook een tijd uitgestudeerd. Er staan ook 2 partijen van in het boek. Tegen Van Delft en tegen Bart Michiels. Oké. Maar dat variantje heb ik later weer opgegeven. Ben ik weer teruggegaan naar E5. Gewoon je opening en repertoire verstevigen. Dan heb je in ieder geval een goede basis.
dan ga je minder verliezen. En als je blijft winnen en minder verliezen, dan gaat die rating omhoog. En als die 2300 is, dan kun je Koos Tolbert van de schaakbom bellen. En dat kwam vooral door het opening. Je moet je openingen, je repertoire goed voor elkaar hebben. Want als jij tegen een grootmeester zit en die komt met een gevoelig plusje uit de opening, ja, dan kun je het waarschijnlijk al schudden. En een gevoelig is een half? Ja, dat is moeilijk te zeggen. En je hebt ook uitzonderingen. Hè? Toen ik voor het eerst die grootmeester versloeg, blunderde ik in de opening op Jongweg. Oké. Okay. Alleen dat was in Béthune in Frankrijk. En je had 's ochtends en 's middags een ronde. En dat was de ochtendronde. En hij denkt, als ik nou heel snel speel, ik heb die pion al te pakken, ik ga hem even inmaken, dan heb ik nog wat rust voor de middagpartij. Maar vervolgens ging hij heel slordig spelen. Eerst won ik mijn pion terug. En in een complete remisestelling gaf hij nog een pion voor een koningsaanval die nergens op sloeg. Okay. En toen won ik hem alsnog. Dus toen heb ik wel geluk gehad. Maar dat is een uitzondering. Je moet echt je openingen voor elkaar hebben. Je moet niet met een al te groot nadeel uit de opening komen. Je moet een stelling hebben die je ligt. En dat is een eerste vereiste. En dan vervolgens komt er nog een hele lange partij. Maar, ja, geen fouten maken. Het klinkt allemaal zo simpel. Ja. Maar de basis is een goede opening. Okay. Nou, dan heb je meteen in ieder geval mijn zwakte te pakken. Want ik vergeet nog wel eens hele lijnen. Ja. Heb je daar een tip voor? Hoe kan je die nou erin krijgen? Dat je dat gewoon weet. Ja, herhalen, herhalen, herhalen. Het is net als de teksten leren voor een musical bij wijze van spreken. Oh ja. Ja, ja, ik heb ook... Kijk, in die tijd dat ik echt een stuk beter was dan nu, verslond ik boeken. Ik speelde tegen het Siciliaanse was een boek, Dismantling the Sicilian, staat daar in de kast. Oh ja. Nou, dat kende ik van voor tot achter. Oké. Okay. Nou, maar dan komen de resultaten ook. Dan snap je, hè, de ideeën in die opening, die worden je bijgebracht in zo'n boek. Mm-hmm. En je komt sowieso met wit altijd goed uit de opening als je dat boek volgt. Oké. Okay. En het is belangrijk. Ik ben nu allemaal weer vergeten hoor. En ik speel al lang geen EVI meer. Oh ja. maar dat is wel de basis, dat je een sterke opening repertoire hebt. Want je moet, zeker tegen een grootmeester en zeker als je wit hebt, niet met nadeel uit de opening komen, want dan is het bijna al een hopeloze zaak geworden. Ja. Stel dat je een avontuurlijk repertoire hebt, ja, als in Gambieten, de Morra tegen het Siciliaans, dat soort dingen, zou je dat aanraden? Ja, ik geloof dat de Morra wordt op grootmeester niveau nauwelijks gespeeld. Ja. Ik denk ook dat zwartspelers daar niet bang voor zijn, dat die gewoon die pion van je pakken. Ja. En houden. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, jij bent dus, jij houdt van aanvallen. Ja. Kijk, want dat is natuurlijk ook, je moet wel in je eigen stijl blijven spelen. Kijk, ik ben geen aanvaller, ik ben een slechte rekenaar. Ik ben altijd een positionele speler geweest. Ik doe voor mijn gevoel gezonde zetten. Mm-hmm. En dan zie ik het wel. Als ik in aanval ga, stel dat ik Morra zou spelen, dan zou ik me meer zorgen maken van, hoe win ik mijn pion terug dan, hoe zet ik die koning mat? Dat is gewoon een mindset die ik heb. Ja? Materialistisch, hebberig, noem het maar wat. Ik ben gewoon niet echt een aanvaller puur sang. Dus ik heb altijd daar staan heel veel partijen waar ik echt gewoon zoveel mogelijk gezonde zetten probeer te doen. Vanuit een goede opening. Ja. En dan maar zien. En die grootmeesters, ja, die lopen zich dan te pletteren op mij. Tenminste, die paar keer dat het gebeurd is hoor. Want ik heb natuurlijk veel meer klappen gehad van de grootmeester dan dat ik een tik uitgedeeld heb. Ja, daar zou ik geen boek over hebben. Nee, dat wordt heel dik. Ja. Dat wordt heel dik. Er staat een partij in tegen grootmeester Romero Holmes. En daar speelde ik gewoon een gezonde partij. Hij kwam er niet door. Mm-hmm. En uiteindelijk ging hij te ver in het eindspel. En toen kreeg ik een remise aanbod. En als je die luxe krijgt, een remise aanbod van een grootmeester, ja, dan weet je dat je beter staat. Oké. Okay. Want ze geven niks weg. Dat is een goeie. Ze gaan echt niet tegen jou zeggen, ik vind je een leuke vent, zullen we remise doen? Nee. Als zij remise aanbieden, dan moet je heel goed kijken, want dan sta je waarschijnlijk goed op gewonnen. Dat is wel als je dat, stadium bereikt, dan... Oké. Ja. Die houden we vast. Ja, ja, nou, die Romero Holm deed dat dus. Die ging in het eindspel... ik dacht, het is een door-eindspel voor remise. Mm-hmm. En toen deed hij een zet. Ik weet niet eens meer welke het was. Koning E5 of zo. Ik kan het opzoeken als het moet. Maar, en toen kreeg ik een remise aanbod. Ja, ik dacht, ik had al een mindset van die stelling is remise, dat ga ik wel houden. Maar toen deed hij een remise aanbod. Toen ging ik toch eens heel goed kijken.
ik verrek, volgens mij is dat gewonnen. Nee, ik had gelijk. En ik had gelijk, ja. Hij ging met die laatste zet te ver. Oh, wat goed. Dat was gewoon, hij wilde winnen, maar hij knalde daarmee zijn remise. Mm. Terwijl de stelling op dat moment objectief voor remise was. Yeah. Maar dat was voor hem te weinig. Oh ja, maar dat is wel leuk om op te spelen. Mm. Ja, maar jij hoeft dus geen onnodige risico's te nemen. Want zij willen toch van jou winnen. Ja. Als jij denkt, ik doe super degelijk, dan zeggen ze niet nooit, die man is zo degelijk, ik bied remise aan. Mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren. Ze gaan dan echt extra tandje bijzetten om... Ja, okay. Ze willen van je winnen. Elo is hoger, Elo is kostbaar in die wereld. Nou, nog eentje. Wat heb jij gedaan in je jeugd dat je ze ook zo goed weggooit? In mijn jeugd deed ik er eigenlijk veel minder aan, had ik het idee. Ik was bij de jeugd niet echt een topper. Binnen het SGS deed ik altijd mee aan het SGS jeugdkampioenschap, maar ik won het pas bij mijn tiende poging. Toen in 1989 mocht ik eindelijk eens een keer naar het Nederlands kampioenschap voor de jeugd. Maar daarvoor, ik kon wel goed schaken en ik was bij ons op de club was ik al snel de beste, totdat mijn jongere broertje Henkie eroverheen kwam. Ja. Ja, de beruchte familie verder. Ja, maar ik was nooit een hele goede jeugdspeler. Ja. Toen ik dat 1K jeugd speelde, had ik 2060. Ja, dat is niet bijzonder hoog. Later is dat pas toen ik echt serieuzer dat schaken ging studeren, dus voordat ik FM werd. Toen ben ik echt gevoelig beter geworden. Mm-hmm. Omdat ik toen echt veel tijd aan het schaken besteedde. Maar dat deed ik in mijn jeugd eigenlijk niet veel. Dus het kwam gewoon vanzelf. Ja. Maar 2060 word je ook niet zomaar, hè? Nee, maar goed, dat kan omdat ik van nature dan een redelijke schaker ben. Maar je wordt pas een goeie als je eraan werkt. Ja. En nu merk ik dat ik weer naar beneden aan gaan ben, omdat ik er niet zoveel meer aan doe. Oh, ja. Ik volg het wel, maar uitgebreid een opening bestudeerd, ik heb daar geen zin meer in. Ja. Dat houd ik hier op. Ja. En dan gaat het me misschien ook niet meer lukken om meesters of grootmeesters te verslaan. Ja, dat moet dan maar. Ik kan het niet meer opbrengen om daar in mijn vrije tijd veel tijd aan te besteden. Ik zit elke dag op BTS hoor. Echt, ik schaak veel. Okay. Maar eraan studeren, dat okay. Vind ik niet meer leuk. Ja. Nou, misschien knippen we dat eruit. Hey, en heb je nog een tip voor Max? Max! Nog een tip. Ja? Behalve opening en repertoire versteven. Ja. Max, je moet gewoon van het spelletje genieten. Ga lekker op zaterdag een repertoireotje of een snelschuiknootje spelen. Volgende week is er. En als je een avondje vrij hebt, dan ga je lekker een openingetje bezitten. Wat is je favoriete opening? Genies hoorde ik je net zeggen. Ja, ik denk het. Nou, dat is een mooie scherpe opening. Ik heb een boek in mijn kast. Dat is een auto van Ivan Sokolov. Hebben jullie dat misschien ook? De Rui Lopez Revisited. Ja, daar staat een heel pak theorie over de genies in. Maar het boek is al wel meer dan 10 jaar oud. Dus er is vast wat modernes verschenen inmiddels. Maar de genies is leuk. En zeker als je... nog niet tegen de topper speelt, want daar ook, dat is eigenlijk net als Borra. Speel je niet tegen een grootmeester, dan ben je gewoon een pion kwijt. Oh ja, krijg je niks voor terug. Niet helemaal waar hoor, niet helemaal. Er is ooit een beroemde partij, dat was in de kandidatenmatch, toen Jan Timman nog piekte. Die moest een keer in de kandidatenmatch spelen tegen John Spielman, een Engelsman. Ja. En Timman stond voor en die match duurde 6 partijen, dus je moet snel terugslaan, anders verlies je gewoon die match. En toen speelde Spielman in de, ik dacht, ene laatste partij, de vijfde van de zes, speelde hij de genies. En toen vloog hij Timman. Met de genies. Dus het kan. Het kan. Als je je tegenstander ermee verrast, als hij even zijn dekking laag heeft, zogezegd. Ja. Dan kan het genies. En dan kan het morra ook voor verrassingen zorgen. Ja. Maar genies lijkt me dan verrassender dan de morra. Want ik denk dat Siciliaans spelers van een elootje 2500. En jij speelt Mora, en dan zegt volgens mij zeggen ze gracias. Dan. Ja, dat zou kunnen. Okay, ja, goede tip voor Menorca. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Graag gedaan. Ja. Wat leuk.